Ja, dames en heren, een prachtige urgentie naar voren gebracht zo even. We moeten veranderen opdat we niet veranderd worden. We moeten toe naar een duurzame, inclusieve, innovatieve economie. Er is een technologische revolutie gaande en laten we daar verstandig op inspelen. Terechte boodschappen die naar voren zijn gebracht en dat besef, ik zeg dat voorzichtig, is ook groeiende in Den Haag en in Brussel. Precies de reden waarom ook vorig jaar het kabinet een fonds heeft aangekondigd. Sylvester refereerde aan dat fonds. Dat fonds zou miljarden moeten gaan bevatten. En het is precies ook de reden waarom nu ook in Brussel, de Europese Commissie, met een hele serieuze, ambitieuze agenda bezig is. Ook daar zijn grote getallen mee gemoeid. Daar zijn ze nog niet uit, maar de hoofdstukken staan ongeveer wel vast. Met andere woorden, er dienen zich in Europa, in Nederland en ook in Brabant, er dienen zich serieuze financiële kansen aan. In dat verband heb ik 4 vragen. Hoe moeten wij nu in Brabant inspelen op die nieuwe financiële kansen die zich in Den Haag en Brussel aandienen? Tweede vraag, over welke financiële kansen hebben we het dan? Wat kan ik daar nu over zeggen of wat kan ik er niet over zeggen? In de derde plaats, hoe deze kansen te verzilveren? Gaan we dat ieder voor zich doen? Dat is niet wat VNO-NCW wil. Zij houden, net als ik overigens, een pleidooi voor wat ik zou willen noemen een gezamenlijke strategie. En als inderdaad voormalig directeur van de BOM kan ik niet anders dan een pleidooi houden voor een gezamenlijke Brabantse strategie. En vervolgens mijn laatste vraag. Stel dat we nu kiezen voor zo'n gezamenlijke strategie, wat zouden dan goede uitgangspunten kunnen zijn die ten grondslag liggen aan die strategie? En ik eindig natuurlijk met een conclusie. Hoe moet Brabant inspelen op de nieuwe financiële kansen die zich voordoen in Den Haag en in Brussel? Wat mij opvalt, dames en heren, om te beginnen, is dat op dit moment in Nederland er een spook van lijstjes waart. Er waart een spook van lijstjes door Nederland. Hoe zit het? Heb je je lijstje al opgesteld? Heb je het al ingeleverd? En we moeten hebben haast. We moeten niet te laat zijn. Ministers vragen om lijstjes. Ik ken lijstjes van gemeenten, ik ken lijstjes van de VNG, ik ken lijstjes van de IPO, ik ken lijstjes van de universiteiten. Nederland is in de ban van de lijstjes. Op zichzelf niks mis met lijstjes. Ik ken geweldige lijstjes, inspirerende lijstjes. Een van de lijstjes die me ogenblikkelijk binnen schiet. Misschien heeft u ook die biografie gelezen over Leonardo da Vinci. Oh, die lijstjes. Dit moet ik nog uitzoeken. Aan die moet ik dat vragen. Daar moet ik op uit. Dat moet ik gaan bezoeken. Zulke lijstjes, ja, daar droom ik van. Wat een nieuwsgierigheid. Wat een creativiteit. Er zijn dus fantastische lijstjes. Soms, ik geef dat graag toe, zijn die lijstjes ook buitengewoon politiek opportun. Dat begrijp ik ook, want er moet worden gescoord. Maar, als we nu kijken naar dat fonds dat het kabinet heeft aangekondigd, dan weten we eigenlijk nog buitengewoon weinig. Het wordt een groeifonds. Er moeten miljarden in. Maar wordt het wel een fonds zoals wij dat bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij altijd een fonds noemden? Met andere woorden, gaat dat fonds een investeringsstrategie kennen? Hoe zit het met de investeringscriteria? Komt er een onafhankelijke governance? Moet het revolving gaan zijn? Worden er rendementseisen gesteld? Of wordt het een vernieuwde versie van het aardgasbatenfonds? Dat weten we nog niet en daarom weet ik ook nog niet helemaal zeker dat op al die lijstjes die nu circuleren eigenlijk wel de goede investeringsvoorstellen staan. Hoe dan ook, er komen kansen. Want ook al is nog niet duidelijk hoeveel miljarden, hoe dat fonds nou wordt gestructureerd, er staat een interessante passage in de brief die het kabinet in december heeft verstuurd aan de Tweede Kamer, de zogenoemde groeibrief, waarin eigenlijk de domeinen worden geschetst die je kunt relateren aan dat toekomstige fonds. En dat zijn domeinen waar mijn hart van gaat kloppen. Er staat letterlijk in die brief van het kabinet voor incidentele investeringen op het gebied van kennisontwikkeling, research and development, innovatie en infrastructuur kan gedacht worden aan financiering uit het aangekondigde investeringsfonds. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd moet u beseffen dat in al die voorstellen aangetoond moet worden dat het bijdraagt aan het verdienvermogen van Nederland. Dus op al die lijstjes
Ook al hebben ze betrekking op kennisontwikkeling, aan de innovatie. Hoe draagt dat nou bij aan een sterke verdienvermogen in Nederland? Nou, daar gaan de ambtenaren ongetwijfeld hele geleerde discussies over voeren. Ik zie die schoolstrijd al voor me. De econometristen, maar ik laat dat graag bij jou, Sylvester, die buizen over de vraag, hoe gaan we dat allemaal bewijzen? Hoe gaan wij nu voor zo'n investering, ik zeg zomaar wat, nee, ik zeg niet zomaar wat, als een investering in Holst, die echt bitterhard nodig is, dat kennisinstituut, hoe draagt dat nou bij aan het investeringsvermogen, in het verdienvermogen bij Nederland? Maar hoe dan ook, er komen kansen en de domeinen die worden geschet zijn zeer interessante domeinen ook voor Nederland. Geldt ook voor Brussel. Welke kansen biedt Brussel? Ook die ambities zijn zeer aansprekend. Om te beginnen, climate change. Digitalisering, kunstmatige intelligentie, research, innovation, key enabling technologies. Voilà, een grote overlap met de domeinen die ook het kabinet naar voren stelt. Ik was van de week bij de Europese Investeringsbank. Die zijn zich aan het voorbereiden. En ik zeg dat ook omdat EIB naast op zoek is ook naar Brabantse bedrijven. Ze hebben al een fantastische lening verstrekt aan een heel mooi Brabants bedrijf recentelijk. Maar de EIB heeft de ambitie om in 2025, dus eigenlijk nog maar over 4-5 jaar, 50% van hun leningen zijn direct gericht op climate action. En ze zijn op zoek naar bedrijven die eigenlijk zeggen, joh, kun je daar een handje bij helpen, beste EIB. En die andere 50%, die moeten in ieder geval niet het eerste te niet doen, en dat noemen ze leningen Paris, het verdrag van Parijs, Paris Aligned. Dus zowel Den Haag als Brussel bieden kansen, er komen kansen, maar hoe nu die kansen te verzilveren? Ieder voor zich, of is het verstandig, ik zal me diplomatiek uitdrukken, is het verstandig om ook al vandaag eens te onderzoeken of we niet zouden moeten gaan werken aan een gezamenlijke Brabant-strategie die resulteert in concrete investeringsvoorstellen. Nou, het antwoord op de eerste vraag, ja, het is verstandig daar vandaag mee te beginnen. En twee, ja, het is verstandig dat we werken aan een gezamenlijke strategie. Ik zeg al, ik kan niet anders. Ik kan me geen voorbeeld noemen van het succes dat ik de afgelopen 20 jaar heb mogen bereiken, dat een solo succes is geweest. Het is altijd een gezamenlijk succes geweest waar een gezamenlijk plan aan de grondslag lag. Maar waarom is het zo verstandig om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen? Nog eens even de bekende argumenten waarom gezamenlijkheid toch altijd beter is dan ieder voor zich. 1. Omdat we dan wederzijdse afhankelijkheid tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, omdat we die wederzijdse afhankelijkheid kunnen omzetten in acties die voor allen van waarde zijn. 2. Door het gezamenlijk te doen, kunnen we tot acties komen met impact. Als deze fondsen iets willen bereiken, dan zijn het die fondsen met impact. In de derde plaats is het verstandig om gezamenlijk te handelen, omdat de talenten en de competenties van elkaar kunnen worden benut. De talenten en de competenties die in het bedrijfsleven bestaan, die in de kennisinstellingen bestaan en die bij de overheden bestaan. Als we dat met elkaar kunnen benutten, komen we absoluut verder. En tenslotte, ik ben een groot voorstander van een gezamenlijke strategie, omdat we dan met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor een sterke regio Brabant. Dat heeft ons veel gebracht de afgelopen jaren. Daar zijn we trots op. We worden erkend als een hele sterke regio. Maar we moeten wel zorgen dat we ook morgen een sterke regio doen. Dus we zullen gezamenlijk moeten acteren. Zo'n gezamenlijke strategie is vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, zinvol voor het bedrijfsleven. Een strategie, als het een goede strategie is, schetst een lange termijn perspectief. Een lange termijn perspectief creëert vertrouwen en creëert een bepaalde mate van voorspelbaarheid waar ondernemers hun investeringsstrategie op af kunnen stemmen. Het is zinvol omdat een gezamenlijke strategie ook mobiliserend kan werken. Hey, als dat is wat we willen, kan ik meedoen. Ik heb een idee, ik heb een oplossing. Laat mij nu eens uitgedaagd worden om een oplossing aan te reiken voor een bepaald maatschappelijk vraagstuk. En in de derde plaats, het werd gememoreerd, een gezamenlijke strategie biedt business opportunities. Wat zijn nu de uitgangspunten tenslotte voor zo'n gezamenlijke strategie? Ik heb er 4.
Het eerste uitgangspunt gaat eigenlijk terug op een les die ik zelf heb mogen ontdekken bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En die is in het Engels geformuleerd: It's not the money stupid, it's the system. Het is heel mooi dat er miljarden komen. Het is prachtig dat Brussel middelen beschikbaar gaat stellen. Maar wat heb je plat gezegd aan die zakken met geld als er geen goede voorstellen zijn? Als er geen goede plannen zijn? Als er geen briljante entrepreneurs zijn? Dus op zichzelf is die zak met geld niet voldoende. Zoals wij hebben geleerd bij de BOM, het gaat om ontwikkelen. Je moet ontwikkelen om te investeren. Develop to invest. En elke goede strategie zal dus altijd twee samenhangende elementen bevatten. Hoe ontwikkel je nu goede voorstellen? En hoe maak je daar goede investeringsvoorstellen van? Met andere woorden, je bouwt met elkaar aan een systeem waarin permanent nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe diensten worden ontwikkeld die vervolgens kunnen worden geïnvesteerd. Samen met bedrijven en kennisinstellingen bouw je dus deze voorstellen. In mijn overtuiging zal een regio die in staat is om tot wat heet in het Engels co-creation te komen, gezamenlijk voorstellen ontwikkelen, gezamenlijk voorstellen verantwoordelijkheden nemen, die regio's gaan het winnen in de wereld. In dat verband herhaal ik dus dat het bedrijfsleven harder dan ooit nodig is om de creativiteit te ontwikkelen. Ik zeg dat hetzelfde geldt voor de kennisinstellingen. Ik ben een enorme fan van die nieuwe opgave die de laatste jaren is toegekend aan de kennisinstellingen, namelijk de valorisatieopgave. We hebben die creativiteit nodig, die bron van creativiteit, die moet ook van onze kennisinstellingen komen. Maar het zit hem in die samenhang, het zit hem in die onderlinge wederzijdse afhankelijkheid. In dat verband, ik mocht een paar weken geleden een spreekwoord geven voor een van de ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. En ter voorbereiding keek ik nog even op hun site en daar stond letterlijk: bedrijven vormen de sleutel tot het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Nou, ik heb toen tegen de vroegere collega's gezegd, de sleutel, het oplossen van vraagstukken. Als het ons lukt om die vraagstukken aan te pakken, hebben we al een belangrijke stap gemaakt. En de sleutel, dat zou zonder meer een onderschatting zijn van de waarde en het belang en de noodzaak die ook ligt van overheden om die procesverwoning tot stand te brengen. En de rol die de overheden spelen in het op gang brengen van innovatieprocessen, blijkt uit alle onderzoeken, moet men absoluut niet onderschatten. Maar de kern is, it's not the money stupid, it is the system. En the system zijn wij met elkaar. In co-creation moeten we aan de slag gaan. Dat is uitgangspunt 1. Tweede uitgangspunt, Brabants. Mobiliseer om te komen tot zo'n gezamenlijke strategie. Mobiliseer die vier mooie, goede regio's die wij hebben. West, Midden, Zuidoost, Noordoost. Maak gebruik van die kracht die in die regio's aanwezig is. Daar ligt organiserend vermogen in die regio's. Zij beschikken al over agenda's. Zij zijn al triple helix georganiseerd. Dus het bedrijfsleven en de kennisinstelling zijn al aan boord. Dus mobiliseer die vier regio's om met elkaar te komen tot zo'n gezamenlijke Brabantse aanpak. Derde uitgangspunt. Terecht al eerder genoemd, kies de juiste schaal voor het ontwikkelen van je voorstellen. Als we het hebben over AI en we hebben het over sleuteltechnologieën, weet je, dan moet je dat op zijn minst op nationale schaal doen. Goed voorbeeld ook, is nog niet eerder genoemd, Fotonica. Daar hebben we al een nationale propositie gebouwd en die as loopt in dit geval van Brabant, Gelderland, Overijssel, met bedrijven uit heel Nederland erbij. Kies altijd de juiste schaal. Tweede voorbeeld.